Goedemiddag allemaal. Welkom bij de prijsuitreiking van deze Jong Talent Prijzen. Een van de hoogtepunten in het jaar van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Mijn naam is Ad IJzerman. Ik ben secretaris natuurwetenschappen van de KHNW. En in deze sessie ben ik jullie voorzitter. Allereerst wil ik de sponsoren van de prijzen van harte welkom heten. Dat zijn in onze sessie Tata Steel, Canon Production Printing, Akzo Nobel, Koninklijk van Weijenverf, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland, East West Seed en Enza Zaden. En natuurlijk ook de 7 afstudeerprijswinnaars. We krijgen nog veel van ze te horen vanmiddag. Alle juryleden, ook juryvoorzitters. Vele volgen deze via de livestream, die ook wordt gevolgd door de 18 winnaars van de aanmoedigingsprijzen. Prijzen voor de beste eerstejaars in heel veel richtingen. Ook via de livestream. En natuurlijk alle familieleden, vrienden, collega's en andere belangstellenden voor deze prijsuitreiking. In totaal worden er vanmiddag maar liefst, dat gaat in 3 sessies, 25 afstudeerprijzen uitgereikt. Beschikbaar gesteld door 14 sponsoren. En er zijn 57 aanmoedigingsprijzen beschikbaar gesteld door 10 sponsoren. En dan hebben we ook nog de nieuwe ET Outreach Award voor wetenschapscommunicatie in de sterrenkunde. Een geweldige variëteit aan prijzen in de exacte en technische wetenschapsgebieden. Wil ik aan jullie allemaal vragen die in de Zoom-meeting zijn om camera en geluid uit te zetten en die pas weer aan te doen als jouw prijs aan de beurt is. Misschien nog een tip. Rechtsbovenaan vind je een icoontje voor view en het beste zet je die op speakers view. Maar voordat we beginnen, eerst een introductiefilm over de KHNW en deze Jong Talent prijzen. De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen is het oudste geleerde genootschap van Nederland. Opgericht in de 18e eeuw door een aantal burgers in Haarlem die zich zorgen maakten over de economie. En men hoopte dat contact met de wetenschap de economie van Haarlem verder zou brengen. Sindsdien komt hier in de Hollandse maatschappij een deel wetenschappers en een deel niet-wetenschappers samen om een bijdrage aan de samenleving te leveren. 2 of 3 keer per jaar hebben we hier een lezing, maar heel veel vaker reiken we hier prijzen uit. We hebben een aantal beurzen voor studenten. De allermooiste vind ik de IJzinga-beurzen, 50.000 euro per stuk, 5 per jaar, voor een studie economie of bedrijfskunde in de Verenigde Staten. En we hebben heel verschillende soorten prijzen. Met de NRC-essayprijs mag eigenlijk iedereen in Nederland meedoen en we krijgen ook heel veel inzendingen. Dat is natuurlijk niet primair op de wetenschap, maar juist ook op de toepassing van wetenschap in de samenleving. We hebben de Jong Talentprijzen, dat zijn de hele beginnende wetenschappers. We hebben ook diverse bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomsten van het Dreesfonds over economische onderwerpen. 2 keer per jaar, 1 keer over de miljoenennota, 1 keer over een ander economisch onderwerp. Maar vanwege corona nu in een webinarvorm vanuit dit gebouw. In coronatijd. Een andere belangrijke bijeenkomst die we hebben is de Brouwerconferentie, die we elk jaar in januari organiseren. Die gewijd is aan het thema van de winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs. En dat is de grootste prijs die de Hollandse maatschappij te vergeven heeft. 100.000 euro per jaar. We zitten hier in het prachtige Hodsonhuis in Haarlem. Ooit gebouwd door Catharina Keetje Hodson. Wij zijn pas eigenaar van het pand geworden in het midden van de 19e eeuw. Je kunt weliswaar heel oud zijn en we zijn in 1752 begonnen. Maar je kunt je natuurlijk wel verhouden tot de tijd waarin je leeft. En deze tijd is een tijd dat wetenschap voor iedereen is. We proberen er iedereen voor te interesseren. Ja, als we daar niet op inspelen, dan zijn we oudbollig in plaats van oud. Van oorsprong zijn hier gewoon een aantal particulieren bij elkaar gekomen in 1752. En die hebben geld op tafel gelegd, hun eigen geld.
En dan is in de loop van de tijd zijn er veel kleinere en grotere bedragen bijgekomen. Het bestuur krijgt niks. Het is een algemeen nutbeoogende instelling. Alles wat binnenkomt hier is voor het doel het bevorderen van de brug tussen wetenschap en maatschappij. En nu hebben we sinds dit jaar een samenwerking met L'Oréal. Hartstikke leuk, maar we hebben natuurlijk wel meer sponsoren die bij onze prijzen een rol spelen. En we zijn ze dankbaar, want het is ook belangrijk dat die talenten zichtbaar worden voor potentiële mensen die ze graag een baan willen aanbieden. Of die zich realiseren hoe belangrijk innovatie vanuit de wetenschap voor hun vakgebied en hun bedrijf is. Vandaag gezien wiskundigen, sterrenkundigen, biologen, medici en ook een aantal mensen op het gebied van energietransitie en energie die gewoon zo de Nederlandse samenleving verder kunnen helpen. Geweldig om aan mee te doen. Mijn man en ik die wilden eigenlijk altijd de jonge mensen stimuleren in de sterrenkunde en we dachten van ja, hoe kunnen we dat doen? En bij toeval kwamen we in contact toen met de Koninklijke Hollandse Maatschappij die tegen ons zeiden van ja, we hebben prijzen voor de fysica, voor de wiskunde, voor allerlei vakken, maar niks voor de sterrenkunde. Nou ja, toen hebben we die twee wensen bij elkaar gelegd en toen ging het eigenlijk heel snel en heel makkelijk. Ik heb altijd bij het onderzoek het gevoel dat ik nooit echt weet of mijn resultaten heel significant zijn. En daarom is dit voor mij echt heel bijzonder om deze prijs te mogen winnen. Ik denk dat prijzen heel hard nodig zijn, want ik denk dat een wetenschappelijke loopbaan ook een eenzame loopbaan is. En het zijn de momenten waarop de buitenwereld erkent dat wat je werk opgeleverd heeft belangrijk is, die voor een wetenschapper ook de aanmoediging zijn om door te gaan. En je ziet soms dat mensen op hun oeuvre terugblikken, als we een oeuvreprijs uitreiken, dat dan juist die aanmoediging aan het begin zo belangrijk is geweest. I should like to start now with the Tata Steel Graduation Prize for Mechanical Engineering and Materials Science. For that, I now invite Dr. Arjan van den Hoge, Director R&D Research Excellence and Site Management at Tata Steel Europe, and prize winner Gadal Kush of Technical University Delft, to join me. And to do so, please switch on your camera and sound if you haven't done so already. And I should look to give the floor to Dr. Arjan van den Hoge now. Thank you, Art, for inviting me and giving me the opportunity to be here today. It's my pleasure and a great honor to present today the Tata Steel Graduation Prize 2020 for Mechanical Engineering and Material Science, regrettably not in the beautiful ambience of the Royal Dutch Society of Sciences in Haarlem, but via this Zoom application. Innovation is of paramount importance of Tata Steel, not only to differentiate ourselves in our product range and services, but also to continuously improve our production processes and to contribute to a sustainable society. And steel is a fantastic material in that perspective. Innovation is human work. That's why Tata Steel has its own research and development laboratories and collaborates with the best technologists worldwide. Supporting talented researchers in the Netherlands fits in seamlessly with this. A highly innovative Netherlands, and therefore a highly innovative Tata Steel, benefits from well-educated but also sufficient beta students. The Tata Steel Graduation Prize for Mechanical Engineering and Material Sciences endorses this importance and is a good incentive for the development of talent. And today we honor talent and especially Gawel Kush. Gawel completed his Bachelor and Master of Science in Aerospace Engineering in 5 years and 4 months, both cum laude. His master thesis was exceptionally awarded the highest possible mark, a 10. With the remarkable comment from the external committee member from the mathematics department that he would have been awarded the same grade if he would have graduated for mathematics. He worked on the topic of quantum Gaussian processes for data-driven design of materials, a completely new subject for all involved. In combined three challenging scientific topics, all of the very forefront of modern science: quantum computing, metamaterials,
and sparse Gaussian processes, a machine learning method, each of which would have been complex enough for a very demanding master project. And his work is almost worthy a PhD thesis. Gawel showed under which conditions quantum computing and sparse Gaussian processes would outperform conventional supercomputers by breaking the curse of dimensionality for the multi-parameter optimization problems. He elegantly demonstrated some of the possibilities of the new conceptual framework to transform stiff materials such as metal into elastically deformable and supercompressible metamaterials. The jury of the Royal Dutch Society of Sciences, consisting of Professor Akkerman and Professor Production Technology of the University of Twente, and Professor Dr. Engineer Mark Geers, Professor Mechanics of Materials of the Technical University of Eindhoven, had no easy task. Because it can be said that Gawel was in very good company. There were 7 nominations submitted and all candidates showed an undeniable potential to grow further in the field of technological scientific research. And the graduation thesis were all of excellent quality. Nevertheless, they found that Gawel's thesis stood out clearly above the other graduation reports. Given the depth and complexity leading to groundbreaking understanding, combined with Gawel's personal excellence and expressed in his graduation work, I'm therefore pleased to award him the Tata Steel Graduation Prize 2020 for Mechanical Engineering and Materials Science today. This is an unique achievement of unique talent. My congratulations, Gawel. Hello, my name is Gawel Kuz. I'm a student of Novel Aerospace Materials Department at the Faculty of Aerospace Engineering at TU Delft. And first of all, I'd like to thank Tata Steel for funding the prize, as well as the Royal Holland Society for Sciences and Humanities for selecting my work. I really appreciate. So in my master thesis, I explored application of quantum computing for designing new materials. And the foundation of my work was a computational framework for data-driven design of materials under uncertainty. And this framework relies on a machine learning algorithm called Gaussian processes regression. And I showed that if we replace this algorithm with its exponentially faster quantum counterpart, which is quantum algorithm for Gaussian processes, then we can speed up the framework and in this way extend its applicability to much more complex problems and apply it to much more complex design of material problems. So once again, thank you to Tata Steel. And finally, I'd like to acknowledge my fantastic supervisors, Sibran van der Zwaag and Miguel Bessa, without whom I wouldn't do it. Thank you. Thank you very much, Gawel, and congratulations. Great winner. And also thanks to Dr. van der Hoge, who, he spoke out the laudatio that was composed by the jury members. And maybe to keep the quality of the Zoom video conferencing, please turn off camera and sound again. Dan ga ik nu over tot de aankondiging van de aanmoedigingsprijzen werktuigbouwkunde en materiaalkunde. Dat zijn 3 prijzen van elk €500 die gesponsord worden door Canon Production Printing The Netherlands. In verband hiermee vraag ik aan Lars Idema, Department Head Mechanical Development bij Canon, om camera en geluid aan te zetten. Ja. In de tussentijd, dankjewel Lars. In de tussentijd noem ik de namen van de 3 winnaars. Thomas Groeneberg van de Universiteit Twente. Jesper van der Marel, Technische Universiteit Delft. En Jin Sanchez van de Technische Universiteit Eindhoven. En dan wil ik nu graag het woord geven aan Dr. Lars Idema.
Ja, als ik ook een paar slides mag delen. Ik ben disabled, zie ik. Techniek kijkt er even naar, Lars. Ja. Zichtbaar? Ja, kun je hem op vol scherm zetten? Ja, zo dan. Ja, geweldig, dankjewel. Ja, Lars Iderma is mijn naam inderdaad. Ik leid binnen Canon Production Printing, een van de mechanica afdelingen, waar ongeveer 150 werktuigbouwkundigen en materiaalkundigen werken aan de ontwikkeling van nieuwe type printers. Als ik trouwens het Engels goed spreken, was me niet helemaal helder. Nee, Nederlands is prima, Lars. Prima. Voor ik inga op belang van het vakgebied en jullie als prijswinnaars, Thomas, Jesper en Jin, toespreek, zou ik graag iets over het bedrijf vertellen. Iedereen kent immers Canon van de camera's, maar in Nederland zit de tak van Canon waar we hoogproductieve productieprinters maken. En met ongeveer 750 mensen in de R&D staan we in de innovatie top 10 van Nederland. En eigenlijk komen we van het informatie op papier printen en gaan we steeds meer toe naar het printen op allerlei materialen. En laat me een paar voorbeelden daarvan geven. Hele andere printers dan je gewend bent van op de gang of in de kantoren. Het printen van brochures, het printen van bijvoorbeeld behang hier of hele mooie posters. Dus eigenlijk alles printen wat mooi is. Een voorbeeld van printen op harde materialen, deuren, glas, aluminium. Typisch voor reclame, voor attractieve doeleinden. Een korte introductie in wat we doen. Wat we zien binnen de werktuigbouw is dat binnen ons bedrijf de ontwikkeling van dit soort printers bij uitstek een multidisciplinaire aangelegenheid is. En we werken dan ook bij ons met 6 technische disciplines elke dag nauw samen. Je mag tellen welke 6 dat zijn. En daarbij zien we dat er niet alleen de samenwerking belangrijk is, maar ook juist de sterkte van elke discipline is nodig om de grote technische uitdagingen te overwinnen die aan printtechnologie ontwikkeling vastzitten. Nou, binnen mechanica gaat het wat ons betreft vooral over deze terreinen. We zien dat bij structural mechanics, CAD-werk, veel precisie mechanica, mechatronica natuurlijk met regeltechniek, lucht- en warmtehuishouding, maar ook materiaalkunde. We doen in bijzonder veel bij het met printkoppen, waar heel veel materiaalkunde bij komt kijken. En in het bijzonder, dat is een hele aparte tak van sport binnen ons bedrijf, het transporteren van papier, maar ook vinyl, textiel, plastic materialen. Dat is een belangrijk gebied, werktuigbouw, materiaalkunde, denken we. Wat we ook zien is dat naast technische bijdragers werktuigbouwkundigen ook heel vaak leiderschapsposities innemen. Teamleiders in technologieontwikkeling, projectleiders die daar producten van maken, ook veel mensen die eigenlijk naar andere afdelingen binnen ons bedrijf gaan om daar een trekkende rol te gaan spelen, bijvoorbeeld bij productie, bij service of bij onze business unit. Een tijdje terug maakte ik kennis met de nummer 3 van Canon, een hoge positie binnen het bedrijf, nummer 3, vertel eens af. Een Japanner met grote businessverantwoordelijkheid. En ik kreeg zijn kaartje en hij stelde zich voor als mechanical engineer. Daarna vertelde hij dat hij leiding had over een divisie met 50.000 mensen. Ja, ik vind dat daar moeten we ook in Nederland een beetje naartoe. Dat we naast land als we zijn, land van handel, van tuinbouw en financiële dienstverlening, ook toch steeds meer een high-tech land aan het worden zijn. Met hele goede wetenschappers en ook hele goede ingenieurs. En daar moeten we trots op zijn. En vandaag zijn we trots op jullie, Thomas, Jesper en Jin. En ik ben er ook blij dat ik hier vandaag drie winnaars van ook 3 TU's die ons land rijk is, mag aanmoedigen om hun ingenieurschap uit te dragen in de mooie jaren die zij jullie ongetwijfeld tegemoet gaan. Gefeliciteerd met deze aanmoedigingsprijs en ik wens jullie veel succes in je loopbaan. Dankjewel. Dankjewel Lars. En natuurlijk nogmaals felicitaties aan de 3 winnaars. Bas, misschien wil je ook camera en geluid weer uitzetten? Ja. Dan gaan we door naar de Akzo Nobel afstudeerprijs voor chemie en procestechnologie. Grote prijs van 5.000 euro. En ik
ja, het is bijna een historisch overzicht, want ik meld jullie dat Paxo al 50 jaar lang prijzen sponsort bij de Koninklijke Hollandse Maatschappij, de wetenschappen. Maar zo'n tijden dat we weer afscheid van elkaar nemen, en dit is zo'n dag, dit is de laatste afstudeerprijs voor chemie en procestechnologie uitgereikt door Axo Nobel. Maar daar zijn we Axo Nobel heel erg dankbaar voor. Daarom wil ik nu vragen aan André van Linden, Director Coatings Technology Axo Nobel R&D, en Jitte Flapper, Technology Manager Axo Nobel, en ook prijswinnaar Laura van Hazeldonk van de Technische Universiteit uit Eindhoven, camera en geluid aan te zetten. En dan geef ik graag het woord aan Jitte Flapper. Dankjewel, Ad. Ik was me niet van bewust dat het een 50-jarig jubileum was. Maar ik was er 50 jaar geleden nog niet bij, moet ik bekennen. Ik ook niet. Ik heb het gehoord uit het archief. Het archief, dat zouden we zonder moeten. Laura, leuk om je te zien, ook al is het dan wel digitaal. Van harte, ik heb mijn sheets gewoon geprint. Van harte gefeliciteerd. Als eerste met het winnen van de Axo Nobel Afstudeerprijs 2020. Ik kom zo bij jou terug. Ik vertel eerst even wat over Axo Nobel. Axo Nobel, verreweg het grootste verf- en coatingbedrijf in Nederland. Zelfs een van de allergrootste in de wereld. Enkele van onze bekende merken, ik zal ze even laten zien. Oh, die vallen half weg. Dat is een beetje jammer. Even kijken of ik de achtergrond uit kan zetten. Anders nog dichterbij, ja, prima. Ja, als ik dit dan weg doe. Een van onze, aantal van onze bekende merken. Sikkens, Flexa, Seta Bever, Hemrijd, Alabastine. Wellicht heeft u ze wel eens in handen gehad. In Nederland hebben we een groot research lab in Sassheim, waar 400 mensen werken aan het verbeteren van verf en coatings. Het duurzamer maken van onze producten is een van die verbeteringen en voor ons een heel belangrijke. Als groot bedrijf willen we het voorbeeld zijn voor andere bedrijven in duurzaamheid en in innovatie. Duurzaamheid staat bij alles wat we doen bovenaan. En zaken als beter en nieuw gebruik van grondstoffen met minder belasting voor milieu, mens en dier staat erbij bovenaan. En dat willen we dus de hele wereld zo groen mogelijk voor mij maken. Voor ons onderzoekslab in Sassheim, maar ook voor onze fabrieken hier in Nederland en in het buitenland, en voor ons hoofdkantoor in Amsterdam, hebben wij natuurlijk universitaire toptalenten nodig. En daarom delen we vandaag de Axo Nobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie uit, waar een bedrag van €5.000 aan is verbonden. Daarnaast werken we samen met vele universiteiten in binnen- en buitenland om met nieuwe wetenschap tot vernieuwende producten te kunnen komen. In Nederland zijn we bijvoorbeeld actief in het ARC-CBBC-consortium met onder andere de universiteiten van Groningen, Utrecht en Eindhoven. En dat is dan weer de Universiteit van Laura. Die samenwerking heeft bijvoorbeeld al een aantal patenten opgeleverd, waarvoor wij dan weer toptalenten binnen Axo Nobel nodig hebben om deze wetenschap bij ons in topproducten te verwerken. Uiteindelijk zodat we onze klanten kunnen bedienen met producten die echt efficiënter en duurzamer zijn. En dan komen we bij de winnaar, Laura. Je hebt een zeer indrukwekkend afstudeerverslag afgeleverd. Hier heb ik de voorkant, dat beloond is door de universiteit. Met een team, fantastisch gedaan. Een onderzoek met als ultiem doel het herstel van beschadigd bindweefsel te verbeteren. Je wist hiervoor in een korte tijd een hele hoop kennis over collageenassemblage uit de literatuur te halen om je onderzoek een vliegende start te geven. Dat wil zeker niet zeggen dat je uitsluitend de literatuur volgde. Je hebt bijvoorbeeld laten zien dat de analyse van je resultaten met een statistische onderzoek opzet beter kon dan in de literatuur gesuggereerd. Daar gebruikten ze een lineair model. Jouw kwadratische model bleek echt beter te zijn. Wat verder opvalt is hoe divers en breed je je onderzoek hebt opgezet. Je hebt een zeer grote hoeveelheid data verzameld. Je hebt uitgezocht hoe je die geautomatiseerd kon karakteriseren. De automatische analyse daarvan geprogrammeerd. En ik nam het door heel indrukwekkend, maar waar ik eigenlijk wel moeite mee had. De Nederlandse vertaling. Misschien kan je jezelf even muten, Laura. Hoe vertaal jij Engineering Multiscale Collagen Scaffolds? Ja, dat is een goede vraag. Eerst dank u wel voor de aardige woorden trouwens. Volgens mij heb ik het uiteindelijk vertaald als het sturen van collageen. Ja, nu heeft u me. Collageen.
matrices, denk ik. Ja, ik had er ook moeite mee. Ik ben blij dat ik er niet de enige ben die er moeite mee had. En nou, in ieder geval is jouw vertaling beter dan waar ik mee kwam. Uit je verslag blijkt dat je iemand bent met een groot hart voor scheikunde. Het is nou, in ieder geval voor mij dan ook geen verrassing dat je voorlopig verder gaat in het onderzoek. Je bent inmiddels begonnen aan een promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Uit je cv blijkt dat je er naast de chemie nog veel meer interessant vindt. Dus ik ben heel benieuwd wat je na je promotie allemaal nog verder gaat doen. Maar denk zeker ook nog eens aan Akzo Nobel. Dat zal ik zeker doen. Laura, nogmaals, gefeliciteerd met deze prijs. Heel veel succes en heel veel plezier ook met je promotieonderzoek en alles wat er nou nog gaat komen. En dan gaan we nu naar het filmpje. Hallo allemaal, mijn naam is Laura van Hazendonk en ik voel me vereerd dat ik vandaag de Akzo Nobel afstudeerprijs in ontvangst mag nemen. Ik wil dan ook Akzo Nobel van harte bedanken voor het mogelijk maken van deze prijs. Ik mag de prijs ontvangen voor mijn scriptie getiteld Engineering Multiskill Collagen Networks. Voor deze scriptie heb ik samen met Paula Vena, Remco Tuinier en Heiner Friedrich onderzoek gedaan naar vezelige collageennetwerken. In menselijk weefsel, zoals huid of bot, zitten cellen ingebed in een ondersteunende matrix van vezels. Hierin is collageen het belangrijkste bestanddeel. Wanneer onderzoekers kapotte weefsels willen repareren of zelfs willen groeien in het lab, hebben ze hiervoor ook van deze matrices nodig. Afhankelijk van het weefsel dat ze willen maken, hebben ze netwerken met een bepaalde dikte en dichtheid nodig. Chemici kunnen de structuur van collageennetwerken sturen met fysische factoren zoals zoutgehalte of temperatuur. Echter zijn er zoveel factoren van invloed op de assemblage van collageeneiwitten dat het erg lastig voorspellen is wanneer je welke netwerken krijgt. Daarom heb ik voor mijn afstudeeronderzoek een efficiënt protocol ontwikkeld met een combinatie van experimentele en computationele technieken waarmee je de assemblage van collageennetwerken kunt voorspellen. Hopelijk heb ik hiermee een bijdrage geleverd aan efficiënte weefselkweek en inspireer ik daarnaast andere wetenschappers voor efficiënte experimentatie. Dankjewel Laura en van harte gefeliciteerd met deze geweldige prijs. En dank ook aan Jitte en op de achtergrond André. Jitte voor een enthousiast verhaal. En inderdaad, veel van die potten die je liet zien heb ik ook zelf in handen gehad. Mag ik jullie vragen om geluid en camera weer uit te zetten, zodat de kwaliteit van deze Zoom-sessie optimaal blijft. Dank jullie wel. Dan gaan we nu door naar de aanmoedigingsprijzen chemische technologie. En die worden gesponsord door Koninklijke Van Weijen Verf. Dat zijn drie prijzen van elk 500 euro. En ik wil allereerst de namen van de drie prijswinnaars noemen. Dat zijn Dennis Ciliak, Joep Elfrink en Anne Slegers. Dennis is van de Rijksuniversiteit Groningen. Joep van de Universiteit Twente en Anne van de Technische Universiteit Eindhoven. En dan wil ik nu graag vragen aan Marlies van Weijen om haar camera en geluid aan te zetten en het woord tot de drie prijswinnaars te richten. Marlies. Ja, dankjewel. Ja, Marlies van Weijen, ik ben algemeen directeur van Koninklijke Van Weijen Verf. En ik kan bij Akzo niet achterblijven, nog een verfproducent, dit zijn wij. Ik ben vierde generatie van een familiebedrijf. Wij bestaan meer dan 100 jaar. En wij ontwikkelen, produceren bouwverven. En verkopen ze uiteraard ook. En kleurpasta's in Nederland, maar ook internationaal en dan wereldwijd. Wij zijn met name in Nederland bekend van Wijzonol. ons exportmerk is Ralston. Wij hebben ook een flanking brand Rebel Paints. En doen een UV-coatings onder de naam van Solid Luxe. In ons bedrijf staan innovatie en duurzaamheid eigenlijk als twee hele belangrijke pijlers bovenaan. We hebben inmiddels zelfs een nieuw lab geopend onlangs in Groningen, vlakbij de Rijksuniversiteit op het Zernike gebouw, mijn oude studentenstad. En dat is bedoeld voor innovaties die op coatings betrekking kunnen hebben, maar zeker ook meer dan dat en coatings gerelateerd kunnen zijn. En dat kan echt iets anders zijn dan de verf die we in de winkel kunnen kopen.
Ja, en we hebben nogal wat problemen op te lossen in de wereld. Zeker als we een duurzame toekomst tegemoet willen gaan met elkaar als mens, maar ook alles wat er leeft op aarde. Daar is heel veel kennis voor nodig en vooral ook heel veel jeugdig enthousiasme. En daarom sponsoren wij bij Koninklijke Van Weijenverf met heel veel plezier deze prijs. Ik wil Dennis, Joep en Anne dan ook van harte feliciteren. Ik wens jullie heel veel succes met het vervolg en vooral ook heel veel plezier. Dankjewel Marlies. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik ook van jullie wel potten en verf in handen heb gehad. Mag ik je vragen om camerageluid weer uit te zetten? Dan kunnen we doorgaan naar de volgende prijs. En dat zijn de Nederlandse gasindustrieprijzen. Er zijn drie prijzen, ook de grote prijzen. De eerste prijs is €6.000, de tweede €4.000 en de derde €2.000. Maar die kun je maar eens in de twee jaar winnen. Dus dat verklaart misschien een beetje het hoge bedrag. En die prijzen worden ter beschikking gesteld door de Koninklijke Vereniging van de Gasfabrikanten in Nederland, de KVGN. En dat is bedoeld voor studenten die een masterscriptie hebben geschreven op het terrein van de systeemintegratie en de rol van gasvormige moleculen daarbij. En in dat verband wil ik graag aan Jan-Willem van Hoogstraten, de voorzitter van de KVGN, vragen. En ook aan de prijswinnaars, Joseph Daatselaar, Nick Kimman en Oscar Meijer, Joseph TU Delft, Nick TU Delft ook en Oscar Meijer TU Eindhoven, om camera en geluid aan te zetten. En als dat gebeurd is, dan geef ik het woord aan Jan-Willem van Hoogstraten. Ja, een goedemiddag. Heel fijn dat ik hierbij mag zijn. Wel jammer dat we het niet in live kunnen doen. Ik wil beginnen met de drie afstudeerders van harte te feliciteren. Maar voordat we even kort ingaan op de afstudeeronderwerpen van de verschillende personen, wil ik nog graag iets zeggen over de KVGN, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten Nederland. Opgericht in 1873. En dat is eigenlijk grappig om te bedenken dat veel mensen denken dat gas natuurlijk voor het eerst in Nederland was van Groningen. Gas wordt al sinds 1825 in Nederland gebruikt met stadsgas. Op een gegeven moment waren er meer dan 130 stadsgasfabrikanten. En die zijn al op een gegeven moment inderdaad met de ontdekking van Nederlands aardgas, hebben die de transitie doorgemaakt van kolengas naar aardgas. We zitten nu weer in een transitie op dit moment, waarbij we zeg maar van aardgas richting meer duurzame gassen willen. Maar als je ook goed kijkt inderdaad naar een toekomstig duurzaam energiesysteem, wat ook betrouwbaar en betaalbaar is, dan zullen moleculen, gassen daar een belangrijke rol in moeten spelen. Nou, ik denk dat de drie afstudeerders daar ook wel op hun eigen manier daar invulling aan hebben gegeven. En wat je ook wel ziet is inderdaad even deze drie onderwerpen, die gaan eigenlijk over vandaag, morgen en overmorgen. Daar kom ik straks nog even kort op terug. KVGN is een organisatie die zelf druk bezig is om invulling te geven aan die energietransitie. Daarbij steken wij in bij de ontwikkeling van duurzame gassen ter vervanging van aardgas, maar waar aardgas nog nodig is om die ook zo duurzaam mogelijk te maken en eventuele uitstoot van CO2 weer af te kunnen vangen en vervolgens op te slaan in lege gasvelden. Wat ik graag nu wil gaan is naar de derde prijs. Maar voor de prijs heb ik trouwens ook nog even de drie juryleden, professor Ekkes Bruuk, professor Salomon Kronenburg en professor Dr. Anton van Steenhoven hartelijk danken voor het beoordelen van deze scripties. De derde prijs is gewonnen door Oscar Meijer bij de TU Eindhoven. Oscar heeft gekeken naar, zeg maar, naar vandaag, van hoe kun je zeg maar, gassen verstandiger, beter verbranden, met name om te kijken van hoe kan je de koolmonoxide terugbrengen. Zeg maar zodat zolang er gas wordt gebruikt, om dat op zo'n verstandig mogelijk te doen. Want ik bedoel, uiteindelijk is koolmonoxide nog een stille sluipmoordenaar die helaas elk jaar weer voor een aantal doden leidt. Oscar, van harte gefeliciteerd. Ik vroeg me af of de drie filmpjes, of die nu één voor één worden afgespeeld of Eén voor één. Dus Oscar, dan ben jij als eerste, denk ik. Hallo allemaal, mijn naam is Oscar Meijer en ik ben in september 2019 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven.
En ik wil graag gebruik maken van deze mogelijkheid om de KVGN te bedanken voor het mogelijk maken van de Nederlandse gasindustrieprijzen, maar ook bedanken voor het toekennen van de derde prijs aan mijn masterscriptie. Tijdens mijn afstuderen ben ik bezig geweest met het maken van een 3D-simulatie van een boiler. Deze 3D-simulatie heb ik gemaakt samen met een reductietechniek die ontwikkeld is aan de TU Eindhoven. En met deze reductietechniek werd het mogelijk om daadwerkelijk een 3D-simulatie te maken van een boiler en daarbij ook een voorspelling te doen over de uitstoot van koolstofmonoxide. Om de resultaten van mijn simulaties te kunnen valideren, heb ik experimenten gedaan op een fysieke boiler en ik heb de resultaten van de koolstofmonoxide-uitstoot vergeleken met de uitstoot die uit mijn model kwam. Daarbij heb ik kunnen concluderen dat mijn model in staat was om de koolstofmonoxide-uitstoot te voorspellen en dat maakt het mogelijk om in een verder stadium beter te kunnen begrijpen waar de uitstoot van koolstofmonoxide vandaan komt en mogelijk zelfs het ontwerpen van boilers volledig te digitaliseren. Dank jullie wel. Ja, dankjewel. Oscar, de tweede prijs gaat Nick Kimman. En ik denk dat je kan zeggen dat het gaat over overmorgen. Nick zijn afstuderen gaat met name over elektrolyse. Hoe kunnen we duurzame elektriciteit omzetten in gassen, duurzame gassen, die ook gebruikt kunnen worden om bestaande niet duurzame gassen, fossiele brandstoffen te vervangen, maar ook als feedstock voor industrieën. Ik denk dat het iets is waar veel aan gewerkt wordt momenteel. De heilige graal voor een duurzame energievoorziening is toch om te kijken hoe we op een grote schaal energie kunnen opslaan. Maar het opslaan van waterstof is denk ik een goede start om toch tot een stabiel en duurzaam energiesysteem te komen. Ja, en om die waterstof grootschalig mogelijk te maken is natuurlijk ook van belang om te kijken hoe je dat op een goede en verstandige manier kan doen. Nou Nick, ik denk dat het werk wat jij hebt gedaan, daar kan je eigenlijk meteen mee aan de slag. Want er wordt op dit moment wordt op heel veel plekken gewerkt aan elektrolyse, maar ook inderdaad aan energieopslagen. Ja, en gefeliciteerd met deze prijs. Een hele goede middag allen. Mijn naam is Nick Kimman en ik heb een master in Mechanical Engineering in de richting van Process and Energy Technology. En ik wil op dit moment graag gebruik maken om de KVGN hartelijk te bedanken voor het toekennen van deze mooie prijs. Het voelt echt als een hele eer dat jullie mijn werk prijswaardig vinden, dus hartelijk dank daarvoor. De titel van mijn masterscriptie is Power to Gas Efficiency of a Hydrogen Backup System Governed by Interruptible Sources and Services. Hierin heb ik een dynamisch model gemaakt van een waterstofopslagsysteem bestaande uit een electrolyzer voor waterstofproductie, compressoren en gasleiding voor het transport van waterstof en een zoutcaverne voor de opslag van het waterstof. De input van het opslagsysteem kan een windmolenpark of het elektriciteitsnet zijn en de output kan elektriciteit zijn geproduceerd door een gasturbine of het waterstof zelf die gebruikt wordt voor de chemische industrie. Deze verschillende inputs en outputs hebben geleid tot 4 cases, die ook allemaal gebruik maken van historische data voor elektriciteitsprijzen en windsnelheden. Vervolgens zijn via het model alle componenten van het waterstofsysteem geschaald, zodat aan de vraag en aanbod voldaan kan worden gedurende een jaar. Tot slot heb ik jaarsimulaties gedaan van elke case om eigenlijk de power to gas efficiency te berekenen, wat weer inzicht geeft in de grootte van de verschillende verliezen van een opslagsysteem. Ja, en dan de last person, Joseph Daetzelaar, at the TU Delft. I mean, I said the previous two were basically about today and tomorrow. I think the work what Joseph did was the day after tomorrow. I think in a world where we have a lot of clean hydrogen, we will need carbon molecules to make the plastics of the future, and one of the things what Joseph did was look how you can actually get coal monoxide, which is a very important feedstock in chemical processes. How do you get it out of CO2, which of course is abundantly present? I think Joseph, I think the work what you have done, I think is very fundamental towards for electrochemical processes, and I think if for a future where we are post fossil hydrocarbons, I think it is really critical where we can actually build new molecules based from hydrogen and
carbon monoxide. I think you have earned the first prize. I think the jury members were very positive about the work you have done, and I wish and I hope for you that you will be able to continue this important work in some formal manner at an organization. And thank you very much and good luck. And yeah. And also thanks to the KNRM for making all these prizes possible. Hello all, my name is Joseph Dotselaar and I'm honored to be the recipient of the Netherlands Gas Industry Prize. I moved to the Netherlands from the US in 2017 to pursue my master's in chemical engineering at TU Delft, and I'm now living and working in Amsterdam. I would like to take a moment to thank the sponsor of this award, KVGN. This prize definitely succeeds as a tool to inspire students to not only excel in their coursework, but also to explore the wide field that makes up the gas industry and hopefully find an area that they are truly passionate about. In addition to this, I would also like to thank, again, my amazing friends and family, supervisors and lab mates, without whom I probably would not have been able to finish the thesis in the first place. My thesis focused on the electrocatalytic reduction of CO2, a very exciting technology that could benefit the energy transition along two fronts, the first being intermittent energy storage, for example, from wind and solar, and the second being carbon dioxide utilization. Within this topic, my thesis investigated the possibility of increasing the energy efficiency by replacing the commonly used ion exchange membranes with a more robust design, that is, a micropore separator. After performing a series of bulk electrolysis experiments and a flow cell design, retrofitted to include two reference electrodes with one on either side of the membrane, results suggested that pore separators perform comparably to, and sometimes better than, common ion exchange membranes in electrochemical CO2 reduction to carbon monoxide in terms of energy efficiency, membrane resistance, and overall cell potential. Once again, thank you for this award, and thank you for making this moment special even in these difficult COVID times. Dank ik, dokter Van Hoogstraat, en ik feliciteer nogmaals de drie winnaars. Dank voor jullie bijdrage en ook verzoek ik jullie nu om camera en geluid weer uit te zetten. Ja. Dan kunnen we doorgaan naar de aanmoedigingsprijzen lucht- en ruimtevaarttechniek. Het zijn er twee van elk €500 voor de beste eerstejaars. En deze worden gesponsord door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen zelf. De twee winnaars, en u ziet ze al in beeld, zijn Giovanni Ghisalberti en Matthijs van Lent, allebei van de Technische Universiteit Delft. Want daar kun je luchtvaarttechniek en ook ruimtevaarttechniek studeren. Ik feliciteer de beide prijswinnaars van harte en hoop dat ze lekker doorgaan met studeren en wie weet komen ze TZT in hun masterfase ook weer in aanmerking voor een vervolg, een afstudeerprijs. En dat brengt me dan bij nog een prijs die door de KHMW wordt gesponsord, de aanmoedigingsprijzen civiele en maritieme techniek. Dat zijn er drie, ook weer elk van €500. Jullie zien de prijswinnaars in beeld. Reuven Avnon van de Universiteit Twente, Danny Bond van de Technische Universiteit Delft en Arne Heuvelman ook van de Technische Universiteit Delft. Ik ben heel trots op jullie dat jullie zulke formidabele cijfers hebben gehaald in jullie eerste jaar en zien uit naar wat jullie in de rest van je studie gaan presteren. En dat brengt me alweer bij de volgende, maar dat is dan een afstudeerprijs, de volgende prijs, de East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschap. Ik doe dat in het Engels, The announcement of the East-West Seed Graduation Prize for Plant Sciences. And I'm asking Maaike Groot, Manager Public Affairs bij East-West Seed, and prize winner Daniel Perez Pinedo, University of Amsterdam, to switch on the camera and microphone. And that brings me to giving the floor to Maaike Groot.
Thank you, Ad. Hello, Daniel. Nice to meet you in person. Hello, nice to meet you too. If only virtually. It is a great honor for me to speak on behalf of East West Seed and of the jury of the KHNB East West Seed Plant Science Award. A very important award to us. I will quickly introduce our company and then head over to what it today is really about, which is you and your thesis. East West Seed is a family business founded by my father 39 years ago. And we are specialized in tropical vegetable seeds, aiming especially at smallholder farmers in the countries in the tropical belt of the world. We work locally, so our headquarters are in Bangkok, Thailand, and we have R&D centers in 17 R&D centers in 7 countries all over the world. And we develop and we produce and we distribute our seeds to 60 countries, trying to improve smallholder farmers' income, because that is what we aim at. Better seeds and better knowledge of those seeds and how to handle them can provide them higher yields and therefore better income. For the achievements of the company and his personal achievements, my father received the World Food Prize last year, as the jury of the World Food Prize acknowledged that his achievements had led to better incomes for 20 million farmers around the world and about 200 million consumers that those farmers feed, especially in the healthy food that vegetables obviously are. I was extremely excited to learn about your thesis, Daniel, because you have done research in Myanmar, and Myanmar happens to be a very important country to us. It is a country that is, well, still largely unexplored by many Western companies because of its difficult political regime in the past. But we've been able to work there for about 13 years now, setting up a subsidiary in 2017. And we have now also opened a production facility. So we have a lot of contract farmers, smallholders who produce seeds, which are cleaned and packed and then sold within the country and to the countries around. We also work with an extensive knowledge transfer program in which we train farmers to step up their cultivation techniques. We train approximately 20,000 farmers in Myanmar every year, so they know how to handle those quality seeds and they are able to increase the income. We now especially focus on women farmers, as it's now widely recognized that women are the backbone of agriculture, and women in farming are also often making sure that the income goes straight to the family and the kids and not to other joys of life. Anyway, this is why I was very happy to read about the theme of your thesis, Daniel, which is the paleo-environment reconstruction in the central Myanmar basin across the Eocene-Oligocene transition, with a special focus on Sapotaceae polymorphology. I'm sure you will tell us something what that really means. I would like to, together with the jury members, Professor Ariane van Brugge and Professor Pierre de Wit, who are anonymous in their judgment of your thesis, which was excellent, big capitals. The jury and the members of the Koninklijke Hollandse Maatschappij, de Wetenschappen, and the whole East West Seed team congratulate you with receiving the East West Seed Thesis Award for Plant Science 2020. A very well-deserved achievement. Congratulations. And we now wish you a bright future, as you are now going to be a PhD student in Earth Sciences in Canada. Great job, Daniel. And I really hope that we will be able to meet in person someday, either in Amsterdam, in Canada, or maybe even in Myanmar. Congrats. Thank you very much. I hope so too. Hi everyone and good afternoon. My name is Daniel Perez-Pinedo and I am a former master's student at the University of Amsterdam, where I conducted my master's thesis project under the supervision of Dr. Kreiner Horn. And well, I'm going to be briefly introducing my master's thesis, and as you all may know, on a global scale, climate is one of the most important drivers of vegetation composition and is thought to cause profound floristic reorganization across geological boundaries. So in this study, we reported how an abrupt global cooling event, which took place 33 million years ago, had shaped Southeast Asian vegetation composition. In order to answer this, in January 2020, I traveled to Myanmar
as a junior member of the Myanmar Paleoclimate and Geodynamics Research Group. Myanmar is a very special region because, first of all, it's very biodiverse, and second of all, it's a very poorly studied region because of its very recent political opening. So here we studied the pollen fossil record preserved in sedimentary rocks across this geological period. And based on these pollen records, we characterized past vegetation composition and documented how it was shaped by this cooling event. And overall, we reconstructed a transition from a tropical scenario to a cool and dry paleo environment in Myanmar, possibly extensive to Southeast Asia, which took place 33 million years ago. And well, that's it. I would like to take the chance to thank Iswas Seed for this award, and I kindly thank you all for attending. Have a good day. Congratulations, Daniel. Thank you for your explanation of your work. And also thanks to Dr. Maaike Groot for, well, telling why that was so important and what East-West Seeds does all over the world. Dan wil ik jullie beiden nu vragen, I'd like to ask you to switch off your camera and sound again. Thank you. And then I should like to now announce the ENSA Seeds Graduation Prize. And therefore I invite Jeroen Raupe van der Voort, Research Manager at ENSA Zaden, and prize winner Jana Riedere, the Rijksuniversiteit Groningen, to join me by switching on their webcam and sound. And first of all, the floor is Jeroen Raupe van der Voort. Yeah, good afternoon, Jana. It's a great pleasure to meet with you now by video. It's a great honor to me to speak to you. Before I will address my attention to you, Jana, I will tell you shortly about my employer. ENSA Zaden is a family-owned vegetable seed company from Enkhuizen, like the previous speaker, also a company which originally, originally started in Enkhuizen. We are active in the development and sales of vegetable seeds for a worldwide market. About 2,000 employees were currently for ENSA Zaden, and then they are active at 25 R&D stations all over the world. Millions of people are consuming daily tomatoes, lettuce, peppers, melons, and so on, which are grown from seeds, amongst others, from our company. Well, new vegetables are developed by a process of crossing and selection. That's a tedious job, and that requires a lot of creativity. And we can only control the breeding process through thorough understanding of the genetics of the most important traits we are selecting for. So one of the main breeding targets to breed is for more resilient varieties, which continue to perform despite, for example, changes in growing conditions. And that's exactly the area where you was focusing on in your thesis work. There's no crisis in our sector. ENSA grows already two decades with at least 8% per year. And similar growth figures can be seen from our competitor companies. In our sector, we regularly invest more than 25% of our revenues in R&D. And we experience a continuous need for green talent. So for this reason, ENSA supports the ENSA Zaden Award for Biology 2020 and the Young Talent Awards Biology 2020. So at this place, I would like to thank the jury consisting of Professor Roberta Krotje. She is professor at the Free University of Amsterdam, and Professor Hans Lambers. He's Emeritus Professor of Plant Biology at the University of Western Australia. And he's also a distinguished professor at the China Agricultural University. Well, they have both selected unanimously Jana for granting her the ENSA Zaden Award for Biology 2020. Jana has written an outstanding master's thesis in biology at the Rijksuniversiteit of Groningen, which is about the evolution of evolvability. Well, and that topic sounds rather abstract, though it isn't, as I have learned yesterday evening. Her thesis is basically about the ability of biological systems, let's say an acre of lettuce plants, to adapt in response to selection pressure. And this is at the heart of plant breeding. So Jana used computer modeling to investigate some factors which influence selection response. And according to the jury, both the amount and the quality of the work included in the thesis are truly impressive. I would like to add that you achieved to make your data accessible in an easy to read style,
and I really enjoyed reading parts of your thesis yesterday. I do believe that there is a short movie from your work, which is maybe now the time to show. Hello, my name is Jana Riedere. First of all, I would like to thank Enzersaden for awarding me this very generous prize. I wrote my master's thesis in evolutionary theory, exploring the concept of evolvability. What is evolvability? Well, it is essentially the capacity that a system has to adapt to novel environments. This concept has been gaining increasing attention for various reasons. For example, understanding evolvability allows us to predict how different organisms respond to the rapid and often extreme environmental change caused by climate change. Evolvability research also impacts our knowledge about epidemiology, for example, by understanding the long-term dynamics of infectious diseases or understanding the evolution of antibiotic resistance. An especially interesting question in the context of evolvability is how evolvability is shaped by natural selection. For example, are changes in evolvability just the byproduct of the evolution of other traits, or can evolvability itself evolve in response to selection for increased evolvability? This question is a currently especially hotly debated one, and I address this question in my master's thesis using computer simulations of various evolutionary scenarios. And I found that evolvability can indeed evolve and can do so under more general conditions than previously thought. I carried out the research for my master's thesis at the University of Groningen in the Maan Research Group under the supervision of Professor Franje Weising and Timo van Eldijk, whom I would like to thank for their support. Well, Jana, my sincere congratulations for your award. I would like to wish you lots of success during your PhD, and hopefully we will be able to meet in the future somewhere, and maybe our career path may cross as well. So enjoy the prize, and well, all the best to you. Thank you very much. Yeah. Also, congratulations from my side, Jana, from the KHNW. We're very pleased to have ANSA as a sponsor for the prizes in biology. We gaan door met de aanmoedigingsprijs voor biologie, die ook worden gesponsord door Enzersaden. Er zijn 7 opleidingen biologie in Nederland. En dus hebben we ook 7 namen van 7 winnaars. Die inmiddels op het scherm verschenen zijn. Het zijn Tristan Achterberg van de Rijksuniversiteit Groningen. Janne de Haan, Universiteit Wageningen. Ranna Haantjes van de Vrije Universiteit Amsterdam. Britt van Kasterop, Universiteit Leiden. Jorn Knuit van de Universiteit Utrecht, Mira Mioch van de Universiteit van Amsterdam en Robin Strik van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Van harte gefeliciteerd met deze aanmoedigingsprijzen. Nou ja, je weet wat je te doen staat. Over een jaar of 3-4 moet je je afstudeerverslag insturen naar de KHNW. Ik geef graag het woord aan Jeroen Raupen van de Voort om ook deze prijswinnaars toe te spreken. Yeah, I just want to add that I wish you all the best for your further career. And when it comes to a job after you graduate, then I'm happy to invite you to take a look at our sector. And hopefully we may see each other again. So good luck and congratulations. Dankjewel, Jeroen. Ja, dit brengt ons aan het eind van deze sessie van de uitreiking van de Jong Talentprijzen. Ik wil u vragen om allemaal weer je camera aan te zetten. Dan kunnen we een mooie foto maken van dat hele panel op het scherm. Ik bedank iedereen voor zijn of voor haar bijdrage aan deze bijeenkomst. Ook heel leuk dat jullie in de livestream aanwezig waren. En misschien goed voor de prijswinnaars, dan kunnen ze vannacht gerust slapen. Vandaag nog wordt het prijzengeld overgemaakt. En de oorkondes komen er later deze week per post aan. En hiermee sluit ik deze eerste online bijeenkomst af. Online bijeenkomst voor het uitreiken van deze afstudeerprijzen. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid.
En nog een hele fijne avond. En dat geldt zeker voor de prijswinnaars die vast proberen om dat op de een of andere manier vorm te geven. Tot de volgende keer. Dank wel voor jullie aanwezigheid.